gaan beginnen. We gaan beginnen. Hey met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een niet zo technische, maar wel een hele leuke unboxing video. De vorige keer dat ik een nieuwe laptop mocht checken van MSI, heb ik hier een unboxing video van gemaakt. En ik vind unboxings echt het leukste dat er is. Dus ik dacht, ik ga dat vandaag weer doen. En ik zal jullie even de specs laten weten en nou ja, een beetje een review ervan geven. Maar laten we het er wel op houden dat mijn review niet zo technisch is. Alle details kun je vinden in de videobeschrijving hieronder. En wil jij nou echt een technische review zien, dan wil ik je graag doorverwijzen naar een technische YouTube kanaal waarin dit soort dingen gewoon besproken worden. Er zijn van allemaal YouTube kanalen, dus ga vooral daarheen als je een technische review wil. Bij mij krijg je gewoon een gezellige unboxing. Let's start! Mijn oude laptop heb ik ingeleverd en ik heb deze doos meegekregen bij MSI. Misschien is het wel handig om erbij te vermelden dat ik dus gesponsord ben door MSI Notebooks. Dus ik krijg altijd deze laptops als een soort lening. Nee, ik leen deze laptops eigenlijk. Dus vaak heb ik het nieuwste modelletje. En dan, die gebruik ik dan een periode tot ze weer zeggen van, die hebben we weer een leuke laptop. En dan lever ik deze weer in. En dan krijg ik een nieuwe om uit te proberen. Dus zo werkt dus ik ben gesponsord. Ik heb niet deze laptop gekregen. Ik heb hem in een soort van bruikleen. Laten we hem eruit halen. Dit is de onderkant. Die onderkant. Ondertussen loopt hier een kat rond. Dus af en toe kijk ik naar beneden wat ze aan het doen is. Kijk. Dit is de doos. Ik denk dat deze laptop ook al een paar keer gereviewd is door andere reviewers. En dan zit er nog een doos bij. In de doos. En ja, correct me if I'm wrong, maar ik denk dat dit een oplader is. Stukje 1. Stukje 2. Dus dat is de oplader, want uiteraard moet je af en toe je laptop opladen. De oplader is die zwaar. Hij is niet super licht, maar hij is ook niet echt zo. Het is niet zo'n gigantisch blok wat je soms wel hebt. Maar gewoon een normale oplader. Hier kan ik niet echt iets moois of stommers van maken. Het is gewoon een oplader. En je plugt hem zo in. Poep, klaar. Nou, zullen we dan de doos maar eens even openmaken? Volgens mij zit er nog een hoes omheen hoor. Oh, nog een keer het MSI logo. Nou, gaan we deze maar er weer uithalen. Oef. Moet ik hem wel goed gaan vasthouden. Laat ik hem anders al pleuren. Voordat die... Dat was de doos. Dat was niet de laptop. Er zat ook niks meer in de doos. Oké, dan hebben we hier... Mijn haren, woepa. En, hier is die hoor. De laptop. Oh, wat een beauty. Ik weet niet of je het op camera kan zien, maar het is goud hè. Dit logo is goud. Het is heel dun. Kijk, flinterdun. Het is ook wel mooi om te zien. Hier heb je ook nog gouden details aan de achterkant. Misschien moet ik dit zomaar even in een shot laten zien. Aan de achterkant heb je nog van die mooie details. En ik vind altijd die openingen waar de fans zitten bij MSI laptops, vind ik altijd heel chic eruit zien. Die zitten hier aan de achterkant. Ja, heel mooi. Allemaal USB-poorten, HDMI-poort. SS, ik weet niet wat SS-poort is. Een internetkabelpoort, opladerpoort. SSD-kaart kan je hierin stoppen en dan nog een microfoon en een headset-poortje. Tijd om hem maar eens even open te klappen. Tadaa. Kijk, dat scherm is ook echt super wijd. Het is echt, nou, een halve centimeter dik of zo aan de zijkant. Dus je hebt echt heel wijd het scherm. En dan zie je hier ook die gouden details weer. Die zie je ook hier om de touchpad. Oh, dat zie je niet. Hier om het touchpad zie je ook... De gouden rand. Heel mooi. Hele brede soundbar. In het midden zit de aanknop. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dus ik ga hem eventjes aan de oplader leggen. En dan ga ik hem aanzetten. Dan kunnen we meteen horen of hij een beetje veel geluid maakt of niet. En
dan zijn we aangekomen bij de voice-over, waarin ik jullie vertel wat de specs van deze laptop zijn. We kijken hier naar de GS75 Stealth, uiteraard van MSI Gaming. Er zit een i7 8e generatie processor in met een RTX 2080 Max-Q videokaart en 16 GB RAM. Dan heeft het een scherm van 17,3 inch Full HD IPS display. En als ik hem zo aanzet, gaan jullie zien dat hij een PerKey RGB keyboard bij SteelSeries heeft. Verder zit er nog een Cooler Boost Trinity Plus in. Dat zijn 3 fans en 7 koperen heatpipes. Zoals je kan zien en zoals we net ook al meteen toen ik hem openklapte duidelijk maakte, heeft het hele dunne schermranden en er kunnen 2 externe schermen op aangesloten worden. Hier zie je nog eventjes de toetsen van dichtbij en je ziet ook hoe vloeiend die RGB werkt. Nou ja, zoals je hier ook kan zien is het een hele dunne laptop. Hij is net geen 2 centimeter dik. Het is 18,95 mm. En deze fantastische laptop weegt maar 2,25 kilo. Dus hij is heel licht. Prachtig! Dit is het dan. Ik hoop dat jullie deze unboxing / review een beetje leuk vonden en interessant. Vond je het een leuke video? Geef natuurlijk een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik wil natuurlijk MSI bedanken dat ik deze laptop mag gebruiken voor de aankomende maanden. En dan zie ik jullie graag bij een nieuwe video. En op iedere vrijdag om 5 uur kun je een workout met Call Out verwachten. Doei!